rising up like phoenixes. Been tired of pushed down the ground. Speaking my heart like it really is. Cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. Welkom bij de Weekly Mix Party 11. Ja, ja, de 11e keer alweer dat ik de Weekly Mix opneem. Dit jaar al 2 keer eerder verschenen met goede kijkcijfers. Ja, geen duizenden weergaven. I'm a small YouTuber, zoals we dat zeggen in het wereldje van YouTube. Voor de mensen die het niet kennen, de Weekly Mix, ik blik vooruit, ik blik terug. Tel even hoe het met me gaat en ik heb een thema. Nou, het thema van deze week is mijn nieuwe producten die ik heb gekocht. Die mijn leven een stukje vergemakkelijken. Die mij een stukje rust gaan geven, hoop ik. In ieder geval tot nu toe wel. Dat is het thema. Ik blik even terug op een eerdere Weekly Mix. Wat daarmee te maken heeft. En ik blik even kort vooruit op Gluren bij de Buren. Die natuurlijk echt centraal staat op mijn YouTube kanaal deze komende weken. En de afgelopen weken. En ik vertel dus even hoe het met me gaat, wat ik al zei. Om te beginnen mijn nieuwe producten. Ik heb een statief. Alleen die staat dus nu te filmen. Mijn telefoon staat erop. Alleen die is erg klein. Dus ik moet altijd een beetje schipperen met de hoogte, de afstand. En ik was eigenlijk op zoek naar een wat hogere statief. Die vond ik in het krantje van niet de Mediamarkt, niet de BCC. Geen dure aanschaf. Nee, gewoon de Action. Voor een paar luttele euro's. En die statief was gelijk te gebruiken als een nekhouder, die je om je nek kan houden. En een selfie stick. En mijn selfie stick was ik kwijt. Dus ik had 3 in 1. Dus ik ging er van de week even om, afgelopen zaterdag. En dit is hem. Dit is mijn 3-in-1 statief, nekhouder en selfie stick. Nou, je ziet al, het is een statief. Je kan je telefoon erop neerzetten. Het is buigzaam, buigbaar. Hoe zeg je dat? Als je hem zo gebruikt, kan je hem nog uitrekken. En dan kan je gebruiken als selfie stick. Hallo, hier. En je kan hem gebruiken als nekhouder. Dus als je in bed ligt en je wilt gewoon even rustig naar mijn vlogs kijken op YouTube. Dan kan je hem dus zo houden en dan kan je dus zo naar je telefoon kijken. Ik vind hem erg handig. Voor die paar luttele euro's was ik er erg blij mee. En ik vind de kwaliteit ook erg goed. Tot nu toe. Ik weet niet hoe lang het meegaat, maar... Ik leg hem even neer. En om even terug te blikken, ik heb een beetje jeuk aan mijn neus. Een beetje verkouden, ik het idee aan het worden. En mijn tanden gepoetst. Gaat allemaal lekker, maar dan mag ze het pret niet drukken. Om de rust wat terug te krijgen in mijn huis, blik even terug op mijn eerdere Weekly Mix. 9, geloof ik. Hier vind je de link nog even om het hele verhaal tot je te krijgen. Ik had toen last van een onderbuurman, of mijn onderbuurman. Mijn katten maakte ik er bijna af. Dat was echt tegen het gek aan. Ik dacht, moet ik wat op verzinnen. Dus ik heb mijn onderbuurman op vakantie gestuurd. Die is een weekje weg. Nee, dat was maar waar. Die is dus zelf gegaan. Hij had dus zelf een weekje op vakantie. Dus heerlijk rust in huis. Maar ik dacht, mijn katten die zijn er altijd. En Gino vooral, die daar nu rust voor de raam zit en Shen ligt te slapen. Die gaan er alles achter Shen aan. Dus ook een D-Weekly Mix waar je net de link van hebt kunnen zien. Toen Gino en Shanna kitten waren, hebben we natuurlijk vaak de plantenspuit gebruikt. Ik dacht, die ga ik weer herinvoeren. Ik liep bij de Action voor die statief. Nekhouder, selfie stick, 3-in-1 apparaatje. En ik kwam deze tegen. Een handige kleine plantenspuit, 60 cent. En dat werkt heel goed. Als Gino achter Shanna gaat, of Shanna krat aan deze stoel. Die ik helemaal ingetaped heb, omdat ze dat al eerder deden. Ga ik even de plantspuit achter ze aan of ik spuit ze nog afstand. En dan springt hij een paar meter de lucht in. En Shanna schrikt er ook aardig van terug. Dus dat is een hele goede oplossing. Ik heb een klein stuk opgenomen. Dat was op het moment dat Gino weer achter Shanna aanging. Hier komt het stukje even. Alright. Zo doen we dat. Ja, daar schrok hij wel van. Dus dat ga ik vaker gebruiken, want het is gewoon te gek voor woorden. Buiten kunnen zijn eigen uitleven, maar thuis, binnenshuis moet het gewoon stil zijn en gewoon normaal met elkaar omgaan.
Alleen ja, het zien dus een beetje jaloers heb Sienna. En Sienna heeft ook wel de streek hoor. Want ik onderschat haar ook niet. En zeker aan de stoelenkrab en dat soort dingen. Nou, om even vooruit te blikken op Buren bij de Buren. Je hebt natuurlijk nu 2 afleveringen kunnen zien. De eerste aflevering heeft 37 weergaven. De tweede zit nu rond, moet ik even kijken. Het loopt ook wel erg lekker. Mensen zijn benieuwd, mensen kijken. En dat vind ik alleen maar leuk. Zeker omdat de nagedachtenis is van mijn moeder. De komende afleveringen staat in het teken van... De bal. De bal gaat in het teken staan van de komende afleveringen. Daar is de verhaallijn omheen gebaseerd. En dat gaat heel erg spannend worden. Zorg dat je geen enkele aflevering mist. Abonneer je op mijn kanaal onder deze video. En druk even belletje aan als je het niet gedaan hebt. Ook als je niet geabonneerd bent, druk even belletje aan. En dan krijg je een melding wanneer de nieuwe aflevering Gluren bij de Buren zondag weer online verschijnt om 2:30 middags. Live informeren elke zondagmiddag op mijn YouTube kanaal. Nou, dan even vertellen hoe het met me gaat. Ja, lekker relaxed. Mijn onderbuurman is weg. Mijn katten zijn wat beter handhaven met de plantenspuit. Natuurlijk hebben we wel moeilijke momenten. Ik wil met het verlies van mijn moeder. Maar het gaat vrij redelijk. Dus ik mag niet klagen. Binnenkort ga ik ook beginnen met een cursus. Ik zit nu namelijk in de ziektewet. En dan ga ik langzaamaan weer beginnen om wat werk op te pakken. Dus dat gaan we allemaal nog vertellen in de komende weekly mixen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te reageren, onder deze video even onder scrollen. En te abonneren, de ronde button met mijn foto erop. En tot de volgende keren. Doei!